Komt-ie dan, hè? Komt-ie? Komt-ie dan, hè? Welkom bij een nieuwe aflevering van Starter Game. Ah, man, het ruikt hier gewoon aan de winden. Het is allemaal zo'n vieze... In jouw kamer of in het spel? Oranje lucht. Kun je trouwens even opzoeken op deze game hoeveel mensen we nog moeten bevrijden? Na Sarah heet ze volgens mij, want voor mij is... Sarah? Oh shit, ik val bijna van mijn stoel. Weet je, normaal gesproken, als je iemand redt, dan komt meteen daarna de volgende persoon die je moet redden in de beeld van... Bloep, hé, hey, hier is een nieuwe persoon die vastzit. En dat hebben we nog niet gehad, dus misschien... Zijn we in het laatste hoofdstuk waarin we de persoon die we moeten redden, wij zelf is? Want dat is het ik heb zo'n gevoel dat het zo is, maar ik heb niet. Sarah was de laatste boek. Ik saw the game 2 walk. Even winnen. Oeh, okay. Schaken. Oké, dus had hier een schaakspel. In deze ik zou het doen. Schaken is leuk, vind ik. Ik vind persoonlijk. Ja, een televisie. Ben ook dol. Oh, kijk, er staan getalletjes op. Okay. Hoe heet die hoer dan? Sarah, volgens mij. Chapter 4 is Sarah. Oké, dus dat paard. Paard. Horse. Koning. Loper. Jozef, Carla. Weet je zeker dat het Sarah was? Carla zou ook best kunnen hoor. Want als het Carla was, dan ben ik in ieder geval nog eentje. Daarna, geloof ik. Oké. Twee daarna. Weet ik, het zal wel. Je moet even kijken, want... Okay. Oh, kijk, ik snap het al. Kijk. Tot. We doen 1, 2, 3... Ze laten drie keer een paard zien en er is waarschijnlijk een paard met het getal 3 erop. En vier keer de... Oh, er zijn helemaal geen paarden, lol. De plek waar de paard moet staan misschien? En een paard staat in principe normaal, maar daar kun je mensen er niet van uitgaan. Voor mij zijn een paard normaal hier. Of zijn de lopers normaal? Ik weet het ook echt niet meer. Ik heb ze nog niet meer geschaad. Die zijn de torens in ieder geval. Dat gaat nog goed. De torens, daarnaast staat de... Paard helemaal links staat de toren, daarnaast staat het paard. En daarnaast de loper dan. Daarna de loper. Ja, klopt. Dan naar de koning, koningin en weer hetzelfde terug. Voor mij moet je deze schaakstukken bewegen, of kan dat niet? Nee, dat kan niet eens. Oké, dat scheelt. Dus dan is de code staat gewoon op internet in principe. Ik denk het wel. Zal ik het gewoon even opzoeken? In principe wil ik het wel zelf doen, maar ik moet even nadenken in ieder geval. We gaan even proberen en als het niet lukt dan... Oh kijk, ze hebben hier een plaat met morsecode hangen, Daniel. We moeten iets met morsecode gaan doen. Morsecode? Ja, een morsecode staat hier op een muurtje. Even kijken. Ja. Lang, kort, lang. Of was het lang, kort, lang? Ik weet niet hoe je dat moet lezen. Ga even dat paard kijken, want dan krijgen we dus een morsecode bericht. Ah, zo, ik snap het dan. Waarom is het lang, kort, lang? Dus we moeten even kijken wat lang, kort, lang is. What the fuck is dit hier in de video aan het doen? Huh, wacht eens even. Is iets totaal anders, what the fuck? Hier staat lang, kort, lang, dat is de letter K. En dan moeten we natuurlijk weer op het schaakbord kijken waar de letter K is. Mm-hmm. En dan moeten we natuurlijk kijken welk schaakstuk met welk getal daarop staat. Dus het paard voegt vrij weinig toe. Het is gewoon alleen voor de morsecode, dan denk ik. Alleen de vraag is, hoe weet je waar een K staat als het fucking schaakstuk erop staat? Dan staat de K er niet, lijkt me toch? Ja, maar dan moet je dus weten waar die K is. De getallen staan voor nu echt heel willekeurig door elkaar heen, zeg maar. Oh, is dat een K? En er staat geen getal. Ik heb geen idee, man. Nou, we gaan een keertje hier naar toe kijken. Lang, kort, lang, kort. Oké, nee, dat was... Wacht even, ik ga even kijken naar die loper. Ik ga even kijken of ik iets kan ontcijferen hiervan. Dat is gewoon vier keer kort. Vier dus keer kort, zijn, koning. Wat is vier keer kort? Kijk, we zijn bij chapter 7. Ha. Ja? Op dit moment. En er zijn in totaal 8 chapters. Oké, ik heb in ieder geval gevonden dat de koning is in ieder geval H. Nice. Wat is dat hier? Oh, het dichtstbijzijnde stuk is in ieder geval een 7. Okay, het tweede getal een 7 is, ga ik dan vanuit. Ja, daar heb je gelijk in. Ik ga alleen zeggen of het klopt of niet. Oké, dat is goed. Ik denk dat het eerste getal een 1 is. En het eerste getal een 2 is. Nee. Oké, ik vind dit wel leuk eigenlijk. Je moet gewoon morsen. Tweede is lang, 7. Kort, lang. Nee, kort, lang, kort. Dan ga je op de lijst kijken. Ik vind dit best een leuke puzzel. Lang, kort is een B. Uh-huh. Dan moet even kijken waar de fucking B staat. Hier zo, daar staat dichtbij staan een 6 en een 3. Maar het getal is een loper en vanaf een loper standpunt zou het een 5 moeten zijn. Ja, de derde, hè? Ja. Maar dit is vet interessant, want je moet eens kijken welke letter. En vanaf dat punt moet je kijken welk stuk zou je kunnen slaan met dat dier. Want kijk, vanaf een B, met een loper kun je de pion met de 5 slaan. Dat is best leuk gedaan. Oké, dan moeten we nog even kijken het paard ontcijferen welk getal daaruit komt. Paardje. Lang, ik vind het wel leuk, dit is echt een serie waar je moet bij nadenken. Lang, kort, lang voor mij nog steeds.
Ja, ik vind dit een puzzel vind ik leuk. Ik denk dat het toch echt de letter K is. Dan gaan we op de plek van de letter K staan. Dat is een keer wat anders, weet je. Dat is en vanaf de letter K kun je een pion met 2 slaan. Ja, klopt. En dan is het code 275. Yep, correct. Yay! Dat was serieus een van de leukere puzzels die ik heb. Maar ik ben ook heel erg fan van schaken, dus ja. Maar ondanks dat ik net niet meer wist waar de dingen stond. Maar dat is gewoon omdat het iets totaal anders is dan normaal. Normale dingen. Weet je wat er achter die deur lag? Er lag de Billy Pop achter. We hebben al die moeite daarvoor gedaan. Nee, waar. Totaal waar. Daarom was het in die video totaal anders. Ik snap het al. Dat je die overslaat. Oh, die hoer in die video, man. Slaat alles over. Wat, die hoer in die video heb je het over, man? Hoer in die video slaat alles over. Oh, omdat ze een hoer is, natuurlijk. Ja, ik had ook gewoon op dit knopje kunnen drukken, maar dat deed ik ook echt niet. Ik stond bij zijn auto aan zijn deur met een knopje en ik liep gewoon weer weg. Fuck dat knopje, man. Dat is veel belangrijker. Het is een Billy Pop. Heb je een achievement gekregen? Nee. Het was tenminste waard, weet je? Het was een keer wat waarschijnlijk een achievement voor alle Billy Poppen en eentje voor de eerste, omdat het wel paper mache. Denk het. Weet je waar jullie staan? Motherfucking Henry staat er iemand te interviewen. What? Ja, ja. Kut Henry. Hij zat te praten met een bewaker. Typisch Henry. Altijd maar met mensen praten. De vorige keer vond ik Henry echt verschrikkelijk niet leuk. Wie vindt Henry wel leuk? Even serieus. Wie vindt Henry verschrikkelijk... Oké, het is weer een Nee, het is geen polarized circuit board. Het is weer zo'n leuke normale. Gewoon eentje die normaal doet. Dat vind ik altijd leuke borden. Even normale, weet je. Just girly things. Wanneer een boy wanneer een jongen normaal doet. Wat vond je van die Filthy Frank just girly things? Fantastisch. Fantastisch. Ik heb echt kapot gelachen. Nee, ik lach wel vaker kapot om Filthy Frank. Hey, deze ging trouwens echt heel snel. Moet je zien, Daniel. Je gaat het niet eens geloven. Bam! Ik ben net begonnen. Oké. Ik vind die Polarized Circuit Boards vind ik ook best wel leuke puzzels. Weet je. Er zijn een beetje nadenken, maar er zijn te doen. En dat vind ik fijn. Weet je waarom je ze leuk vindt? Omdat er kleurtjes in zitten. Ja, kleurtjes. Allemaal leuke kleurtjes. Oké, we kunnen hier door prikkeldraad heen kruipen, maar we kunnen ook een ladder af. Ik ga voor de ladder. Ik ga ervoor. Met prikkeldraad! Dude, poep! Er is allemaal poep hier. Er worden mensen verkracht met prikkeldraad. Echt waar? Ja, ik ken een film waar dat gebeurd wordt. Echt waar? Ja. En doet die man dan prikkeldraad over zijn piemel heen ofzo? Mhm. Oh, het is ook tegelijk de film waar hij masturbeert met zandpapier. Zandpapier, wat bedoel ik? Schuurpapier. Oh, maar hij doet dus prikkeldraad om zijn penis en daar neukt hij dan een vrouw mee. Ja. En had die vrouw daar zin in of was dat tegen haar wil dan ook? Vandaar de verkracht. Ik denk dat ze dat niet helemaal leuk Dat vond. Is niet leuk. Ik vind het niet leuk als die vrouw dan zegt, nou stop prikkeldraad piemel in. Oké, dan kan ik dat wel zien. Als die vrouw zegt, hey, zou dat niet willen doen en dan doet hij het wel. Dat soort video's vind ik dan minder leuk. Want dan vind ik het voordeel is dat ze dat niet kon zeggen. Omdat ze de mond dichttaped. Misschien. Maar dan op een totaal andere manier. Het is namelijk The Human Centipede 2. Oh, het is een filmpje, maar joh. Ja, en was er een beetje. Ja, het gezicht was een beetje aan een anus genaaid, weet je wel. Letterlijk. Oké, dat scheelt. Dat is minder erg. Niet figuurlijk, maar echt. Dan vind ik het niet erg. Dan keur ik dit goed. Dit is een plus 1 van Rick. Dan is het goed. Bij deze filmtip van de week: Human Centipede 2. Even serieus, de Human Centipede 2 is echt geweldig. Is de Semen Centipede? Human Centipede 2. Semen Centipede. Is echt een geweldige. Je lacht je stuk tijdens die film. Echt, ik ga echt kotsen van die film volgens mij. Echt niet. Mietje. Ik ga hem een keer kijken, man. Nog een case file, hoppakee. Hoe hebben we er nu al niet? Veel. Hier, sommige mensen van de 50 zijn beetje, dat ik een beetje raar ben dat ik die films ken. Maar wat zijn nou trouwens net? Ik zat in hoofdstuk zoveel van de zoveel van deze game? 7 van de 8. Oké, toppie. We zijn toch bijna klaar, zoals ik zei. Ik kom bijna klaar. Ja, dat is een beetje veel informatie. Hey, kijk, shotgun-draken zijn zelfs obvious in deze game. Damn, niet eens leuk. Ik zou gewoon. Nu zeg je dat, maar eigenlijk zou je nu een compilatie moeten maken van die 25.000 keer dat je over eentje heen gelopen. Nee, in deze game ben ik er maar over eentje heen gelopen. Dat was ook hem niet. Maar dan wel heel vaak. Ja, dat is waar. Ik heb hier een 4, een 8. Ik heb nu trouwens echt een hele brief van de Nederlandse Florijnengebeuren waar ik allemaal cijfers op heb gekalkt, heel willekeurig door elkaar. Zo ziet het eruit. Is geen probleem, joh. Hoe ziet het eruit? Moet ik dit nou een 5 voorstellen? Dit lijkt wel gigantisch op een 5. Tenminste, de basis van een 5 is aanwezig. Ik zou dus proberen als ik jou was. Nou, we hebben nog geen deur waar die code op gebruikt moet worden. Dus dat is een beetje het onhandige. Ja, maar dan zou ik het straks proberen als ik jou was. Mag ik een boel laten, Rick? Ja. Oh, hier is een combination, Doc. Oh, het gaat maar de kleurtje. Oh, dat was een slechte boel. Voor mij was het groen 4. Wat? 4. 8. En dan? 8. Als het geen 5 is, dan probeer ik wel gewoon alle andere mogelijke nummers. Oh, en het werkt. Het is 5, dat is geen probleem. En weer een deur geopend door deze jongens, die vet goed zijn.
De laatste paar afleveringen falen we niet heel veel ofzo. Behalve die keer met de televisie, maar dat was gewoon de schuld van het leger. Precies. Het leger deed niks. De regering keek toe hoe wij dat deden. Maar dat is altijd zo, dat is regeringen. De reden waarom de regering faalt. Wij waren aan het aankutten, de regering deed niks. Precies. Wie in de regering zijn wij? Wij moeten gewoon in de regering zijn. Government did nothing. Wat kan er fout gaan? Ik bedoel, ik koning, jij president of zo? Weet je? Wat is dit? Oh god! Hij is terug! Ze leren het ook nooit. Stekelige mannen. Ah, die typische stekelmannetjes. Maar waar moet hij in? Oh, hij zit vast. Geef hem een knuffel. Geef hem een knuffel. Hij zit vast, hij zat net vast. Oh, maar ik zou hem knuffel geven. Als ik, ja, ik ben geen neem doen, Daniel. Maar die meneer is gewoon boos en hij wil gewoon een knuffel hebben. Nee, maar wat moet ik doen? Geef hem een knuffel. Nee! Oh. Dan zou ik hem dood laten gaan. Ja, hoe? Nou, als je nou... Moet ik het spoilen? Ja. Ja, er zijn dus houten dozen. Ja, dat had ik al door, ja. En omdat hij stekels in zich heeft, dan als hij dan in een houten doos komt... Zit hij vast, en dan? Zit hij vast, en dan ga je hem slaan. Met wat? En dan zit hij in kruk, dat is wel fijn. Hey! Ik heb de cursor ook echt vanaf hier gepakt, wauw. Hoppakee, holy shit. Dat vind ik niet zo moeilijk dan. Nee. Kom hier, Bertus. Geertrude. Noem je nou Dennis? Nee, Bertus noemde ik hem. Ik zat eraan als ik hem mijn broertje noem en hem dan vervolgens dood ga knuppelen. Dat zou ik inderdaad een beetje raar. Ik weet niet of Dennis het kijkt, maar ik denk niet dat hij het kan waarderen. Oh, hij zit weer vast. Misschien ook wel, weet je. Het is wel promotie voor zijn kanaal, hè. Dennis heeft geen kanaal. Ja, maar dat zeg je nu alleen maar, terwijl hij wel een kanaal heeft. Terwijl hij eigenlijk promotie voor zijn kanaal heeft. Ik gun hem die promotie niet natuurlijk. Hey, what's up? Dennis is dood, alleen... Oh, hier dan nog een wapen volgens mij. Ja, een homboknuppeltje. Boom! Daar slaan we een homerun mee natuurlijk. Arrig, son of a bitch. Ik vind het wel fijn dat we deze man nu eigenlijk een keer dood kunnen maken. In plaats van dat hij normaal gewoon een beetje in dingen valt en dan... Ja, maar dan gaat hij ook dood. Nee joh, hij overleed. Dit is gewoon dezelfde man de hele tijd, hoor. Het zou je verbazen, Daniel. Het zou je verbazen. We zitten gewoon eventjes eruit. We gaan even één wapen vinden. Waarschijnlijk die ligt op de tafel hier zo, ja. Ik zie het al. Op ik ga hem wel pakken waarschijnlijk nu, als ik niet heel snel ben. Ik zou hem pakken als ik... Oh, dat heb ik mooi gedaan. Smooth. You've been hit by... You've been struck by a smooth criminal. Smooth. Ow! Was a black day. Ik moet echt keihard poepen op dit moment. Echt waar? Keihard? Nee. Al voor snelheden moet ik dan denken eigenlijk, maar keihard poepen. Nou, ik poep sowieso snel, dus ik ga zitten en dan... Ja, dat vond ik jou iemand voor dat snelle poepen. Spuit dat eruit en dan, nou, dan ben ik klaar. Oh, je kan beter deze doos gebruiken, dit is echt een lekkere grote doos. Ja, ik zou hem doen. Ik zou de doos doen. Echt? Maar ik zou de doos gebruiken, zou het zo zeggen. Voor wat voor doeleinden? Een persoon dood te maken. Oké. Dat is een goed doeleind, ja. Verkrachting kan je er ook goed voor gebruiken. Ja, het probleem is vaak, deze vent loopt altijd nog een beetje door. Dus als ik zeg maar hier sta en ik wijk op het laatste moment uit naar rechts, gaat het ook nog een beetje naar rechts. En dan, ja. Ik ben gewoon echt slecht in die man die je in vast krijgt eigenlijk. Maar waarom ren je dan niet? Hij ligt op het laatste moment. Ja, maar hij maakt iedere keer nog een grappig bochtje zo. Wiep! Grappig bochtje. Rechts. Omkeren. Hij heeft zeker een Tom Thomas boost. Hey, pik! Hey, hoer! Ik gok dat 3 keer scheepsrecht is en hij is dood. Nice. Heb je hem dood? Ik heb nice. Al heel gevoel dat we heel veel missen. Want ik had net iedere keer dat je meerdere kanten op kon gaan. En dat ik iedere keer maar één kant op ging en dan gebeurde er maar weer wat. Ja, maar dat is dan eigenlijk gewoon waarschijnlijk voor die popjes te vinden, zeg maar. Ja, en ieder hoofdstuk heeft 1 pop volgens mij. Dus dat zal het niet zijn. Waarschijnlijk is het meer voor case files en puzzle pieces. Voor die achievement shit, weet je wel. Ja. Hallo Donovan, je bent altijd al een gewelddadige man geweest. Vooral bij de vrouwen bij wie je beweert dat je van ze houdt. Hoe kun je daar nog gewelddadig bij zijn? Het is gewoon een liefdestopje, weet je wel, een liefdestikje. Oh ja, hij zegt tegen zijn vrouw dat hij te veel van ze houdt en dat hij ze daarom niet kan slaan. En dat hij ze daarom moet slaan. Ja, maar het is gewoon een liefdestikje, er is niks mis mee. Een tikje op de bibs, hè? Dat heb ik wel, dat je zo... BAM! Op de bibs, dat mag. BAM! Desnoods met een hondbouwknuppel, met spijkers. Dat kan, niks, dat is... Nee, het is gewoon een liefdestikje, weet je, ze weten dat het een liefdestikje. Ja, en als je dat als meisje doet, denk je, hey, dit doet mijn vriendje niet, dan houdt hij dus niet van je eigenlijk. Dan houdt hij niet echt van je. Houdt dan hij niet echt van je. Dan gebruikt hij alleen dan gebruikt hij je gewoon voor de anale seks, die hij van zijn ex niet kreeg. En dan steelt hij waarschijnlijk ook nog wel eens je haren. Dus, ja, als je slaapt. Ja. Ik ben echt jeuk aan mijn bibs, jongens. Sorry, dit hoort ook bij... Weet je, ik denk dat een YouTuber perfect is. YouTubers hebben ook wel eens jeuk aan hun bibs. En dan moeten ze ook gewoon even lekker krabben, hoor. Moet gewoon gebeuren. Zolang je het niet laat zien, vind ik het goed.
Je ziet alleen mijn hand een beetje zo op en neer gaan, zo bips. Oh, dat is geen probleem dan. Kinderporno. Dit wordt omschreven als kinderporno, geloof mij maar. Weet je dat zeker? Nee. Oh. En we moeten weer over televisies heen lopen. Woehoe! Woe! Schedel is één. Ik ga het niet zeggen. Huh? Maar het is een recht pad, dat maakt... Oh ja, ik snap het al. In ieder geval ben je aan het kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering gaan we door. Even door. Oh, zo gaan we doodgaan hier? Vind je dat leuk, Daniel? Nee, door. Even door. Je kan het. Lopen maar. Oh, het gaat er best goed. Oh, oké, ik ben dood. Ging niet eens zo slecht, joh. Vol bespies door me heen. Zo doe je dat, gewoon woezo. Zou hij echt agressief en ongesteld worden als die man, ik weer tegen die man moest vechten, die gemene man met de stekels. Is niks mis met ongesteld zijn? Nee, ik zou er wel ongesteld van worden. Zeg niet maar dat is er niks mis mee als je ongesteld bent? Nou, jeukt. Dan heb je een excuus voor alles fout doet. Ja, true. In ieder geval bedankt kijken voor deze aflevering. Geef hem de likey. Met een bloederige vinger vol met ongesteldheid. Vond. Wat zei Daniel? Met een bloederige vinger vol met ongesteldheid. Bloederige vingers van mijn ongesteldheid, poekie. Daarmee moet je het liken. Heb je het over Anouk? Nee. Wat heb je het over, mens? Ja, je zegt poekie. Ik denk zo van, nou, hij moet denken aan ongesteldheid. Dus hij denkt aan Anouk. Ja, dat is ook een mogelijkheid, nee, weet ik. Nee, Daniel, stop met je man. Daarom moet kijken. Bij jou weet je het nooit meer. Ja, dat is waar. Ik ben een heel rare, onvoorspelbare, interessante, leuke, spontane jongen. Tot de volgende aflevering. Geef hem de likey, bikey, ding. Dat vind ik leuk. En dan denk ik, ik ben niet de enige die dit leuk vindt om te kijken. Als ik s'nachts eenzaam in bed lig en het is koud. Dus bedankt voor het kijken bij deze aflevering. Geef me even een likey, duikie, pikkie, doekie. Tot de volgende aflevering. Doei! Later!